Ik ben Friso de Zeeuw, voorzitter van het actieteam Ontslakken en in het dagelijks leven praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. In de afgelopen 30 jaar is de beleidsdichtheid enorm toegenomen en de wetgeving en de regels. Dat komt voort uit een stapeling van al onze wensen en eisen. Een welvaartskwestie. Die eisen en wensen zijn niet door idioten bedacht, een enkeling daar gelaten. Maar het totaal is vrij rampzalig geworden. En daarom noemen we het wel het drama van de goede bedoelingen. Wat ook de vrije beslisruimte van gemeentebesturen enorm heeft ingeperkt. En met ontslakken proberen we daar wat tegen te doen. Ontslakken houdt in... Als het gaat om ruimtelijke investeringen en initiatieven... sneller, goedkoper, flexibeler werken. En daarmee wordt het werk ook bij de gemeente eigenlijk weer leuker. Het heeft twee componenten. Het ene is terugdringen, dimmen van al die regels, nota's als zodanig. En de andere component is, hoe ga je ermee om? Hoe ga je om met de initiatiefnemers? Dus de wijze van werken staat daarbij centraal. We zeggen het ook wel eens op een andere manier... Namelijk dat we voor de initiatiefnemer de hoepel, de publieke hoepel, waar die altijd doorheen moet springen, weer wat groter maken en wat lager houden. En als we kijken naar een investeerder, nemen we een voorbeeld: iemand met een plannetje voor 25 woningen. En vergelijk dan eens verschillende gemeenten hoe die zo'n investeerder tegemoet treden. Want die heeft drie vragen: Wat kost het mij? Uh, hoe lang gaat het duren voor ik die vergunning heb en welke nadere eisen worden mij gesteld? En dat levert vaak hele leuke resultaten op, en leerzame resultaten als je dan gemeenten met elkaar uh, vergelijkt. Het is een andere benadering van het initiatief. Niet meer in serie geschakeld, waarbij het plan alle loketten trouwhartig langs gaat en elke ambtenaar doet er zijn sectorale plasje over. Nee, eerst kijken. Voelen wij voor dit initiatief een basisbenadering? Voegt het wat toe aan de stad? Doet het iemand of een groepering een schade? Dat is de manier waarop wij het willen benaderen. Ik wil een paar voorbeelden, korte revue laten passeren... en dat doe ik aan de hand van de overheidsparticipatietrap. Een prachtig scrabblewoord... We gaan al die trappen, die tredes niet doornemen. Maar één daarvan is faciliteren. Een bekend modebegrip in de gemeentewereld. Dat kan je op twee manieren doen: namelijk redelijk passief en een beetje bureaucratisch. Maar aan de andere kant ook actief door te ondersteunen bij het initiatief daar waar dat echt nodig is. Hier is een voorbeeld uit Breda, van het havengebied daar. Ook Breda heeft een haven. En daar heeft de gemeente heel veel gedaan om activiteiten uh, zijn vrije loop te laten gaan. Het Is eigenlijk alleen een kader rondom veiligheid. Dat vindt men essentieel. Maar daarbinnen moet je het gewoon met je buren kunnen vinden en natuurlijk de huur uh, betalen. En dat heeft een hele leuke mix van activiteiten opgeleverd. Het tweede voorbeeld uh, wat ik wil benoemen is een horecapaviljoen in Hoorn. Er staat nu een tijdelijk een keet op de IJsselmeerdijk. En uh, dat, die zit nou op basis van een evenementenvergunning, wat eigenlijk niet kan. Maar het initiatief is zo succesvol dat men wil een definitieve uh, voorziening daar treffen. Nou, in strijd met het horecabeleid, uh, uh, in strijd met het bestemmingsplan en het waterschap moet meedoen. Het definitieve plan houdt in dat er een hap uit de dijk wordt genomen. Nou, als je dat tegen een waterschap zegt, dan grijpen ze acuut naar de Rennies. Dus hier kan je het niet meer aan de initiatiefnemer zelf alleen overlaten. Hier moeten gemeenten dan ook actief worden bij die andere overheid om het te bewerkstelligen. Een ander voorbeeld van een groter plan is in Nijmegen aan de Waal een verlopen bedrijventerrein wat wordt omgebatterijd aanvankelijk en dat is het bovenste plaatje zie je de contouren van een heel strak massief stedenbouwkundig plan met een vacuüm getrokken bestemmingsplan daaroverheen en nu is het opgeknipt in veel kleinere deelgebieden die geleidelijk aan flexibeler worden ontwikkeld ook met behoud van bestaande bebouwing een laatste voorbeeld de gemeente zaanstad en die heeft haar grondgebied in verschillende deelgebieden ingedeeld en kijkt uh, waar je heel soepel kan zijn met beleid. En eigenlijk zegt, en dat is in dat gebied, dat gele gebied, ruimte geven. Als er een initiatief is, het is oké okay als je het met je omgeving eens wordt. En daar tegenover staat bijvoorbeeld het donkergroene gebied, kernkwaliteiten. In Zaanstad uiteraard de Zaanse schans, waar je veel strakkere voorschriften hebt. Ontslakken is geen eenzijdig gemeentelijk proces. Ook professionele marktpartijen uh, moeten meedoen en hun houding uh, veranderen. En hier hebben we genoteerd waar het dan om gaat. En ik ga gelijk door naar een voorbeeld. Dat is in dit geval in Amstelveen, waar de gemeente zegt. nou, dit is de prijs van het terrein, dat binnenterrein waar het uh, voor woningbouw is bestemd. En de marktpartij die het beste proces gaat doen met de omgeving, eh, die krijgt hem. En verder zijn er heel weinig nadere eisen. Met andere woorden, voor professionele marktpartijen wordt het ook een taak om hun eigen draagvlak te organiseren voor hun plan. En dat gebeurt dan niet meer zozeer door de gemeente. Deze hele benadering roept ook dilemma's op. Uh, tegenover die gezond verstand benadering uh, kan willekeur en cliëntelisme uh, staan. Daar hebben we ook voorbeelden van in ons land. En daarom is een goede verantwoording, argumentatie richting gemeenteraad in het openbaar, van essentieel belang. Maatwerk en flexibiliteit en dynamiek, daar staan tegenover begrippen als rechtszekerheid en voorspelbaarheid. Nou, daar hebben we natuurlijk allemaal niet kant-en-klare oplossingen voor, maar je ervan bewust zijn is al van belang. En de gemeenteraad moet zich jegens de wethouder, die wat durft, natuurlijk ook anders op uh, durven stellen. Er zijn meer uh, dilemma's, ik noem er toch nog een paar. We hebben de knuffelinitiatieven. Uh, dat zijn mensen met een enorm goed verhaal, maar verder weinig organisatie en geen geld. Wees daar Arlet op. Heeft ook iets met verwachtingenmanagement te maken. Ja, het omgekeerde, dat zijn lui met wel geld, maar die komen simpelweg hun afspraken niet na en zitten stelselmatig de wetten overtreden. Afdeling boefjes, dan helemaal niet ontslakken, maar ontslakt uh, bestrijden. Kennen we geen genade? Wat moet je doen om van deze aanpak een uh, succes te maken? Allereerst, het moet geen hobby zijn van een enkele bestuurder. Je moet hem breed neerzetten, inclusief gemeenteraad, inclusief ambtelijk apparaat. Uh, werk met pilots, maar zet die niet in een reservaat, verbreed de aanpak. Verder, zoek direct contact met uh, initiatiefnemers. Ga het gesprek aan en doe daarbij wel aan verwachtingen, uh, management. Even een andere invalshoek: wees alert op de adviezen die de regionale diensten, de RUD en de GGD en de Veiligheidsregio uh, aan het gemeentebestuur aanbrengen. Het gemeentebestuur blijft de baas en beslist uiteindelijk. Houd ook in dat je een bepaalde risicofactor in acht kan nemen. Uh, Amtelijk wordt die dan ook gepraktiseerd, maar moet wel afgedekt worden door het bestuur. En wees selectief in welke initiatieven je heel actief gaat ondersteunen, want dat kost inzet. Houd daar rekening mee. En tot slot, dit lukt alleen als het gepaard gaat met een beetje dapperheid. Neem eens een risico. Als het verhaal u aanspreekt en u wilt er verder mee, dan kan voor pilotgemeenten hebben wij als actieteam dit jaar nog ruimte. En meer informatie vindt u op houdtheteenvoudig.nl.